We zijn langzaam alvast aan het beginnen met wat aanpassingen. Dit zijn mijn koplampen zoals jullie hem kennen. Maar ik heb nieuwe binnen laten komen. Nieuwe koplampen erin. Kun jij ze even aanzetten? Kijk. Dat is toch mooi. Jawel, we zijn er weer. MRT Automotive. Wat gaan we nu doen met de auto? Ik heb deze week niet superveel gedaan, dus het is echt gewoon lekker zondag. Iedereen is naar Supercar Madness of zoiets dergelijks. En er waren nog 20 meetings en treffers en ritten en noem alles maar op. Ik doe dit weekend even helemaal niks. Ik ben moe, te veel aan mijn hoofd. En ik heb met Sander even afgesproken in ieder geval dat we even lekker aan de auto gaan werken. Gewoon wat klein onderhoud plegen. Ik heb nog wat carbon in een pakketje zitten waarvan ik niet eens weet dat ik het besteld heb, maar het kwam weer binnen. En ik heb nog een paar koplampen liggen. Ik ga het jullie allemaal laten zien. Binnen bij MRT Automotive. En we zijn langzaam alvast aan het beginnen met wat aanpassingen. Dit zijn mijn koplampen zoals jullie hem kennen. Hier ook eentje natuurlijk links en rechts. Twee stuks. Maar ik heb nieuwe binnen laten komen. En ik vind dat hele erg donkere niet zo heel erg knijtervet. Maar wat ik wel gaaf van is dat smoked chrome. Dat iets donkerder is. Dus dat wordt deze. Als de eerste erin zitten ga ik jullie even het verschil laten zien. Geen idee wat erin zit. Maar dit is dus mijn pakketje van Ford Seconds Racing Club. Weegt ook echt helemaal niks. Als ik dit omhoog gooi, dan komt het volgens mij gewoon nooit meer terug naar beneden. Ah, ik zie het al. Inderdaad, het zijn mijn dorpels. Dit is dus voor als je de deur open doet. Ah, op zich wel netjes. Dus dan moeten we hier waarschijnlijk die strips overplakken met het GTR-logotje. En hier een stripje. En dan is dat het uiteindelijk. Ja, dat is weer gaaf. GTR-logotje erin, plaatjes erop en klaar. Maar hoe gaan we die installeren? Ik heb geen idee. Weer wat werk. Zo, demolition. Echt jongens, de sleepoog moest er eventjes af. Dat was even kloten, maar hij is eraf. Dus nu is het gewoon een kwestie van bumper eraf en andere koplamp erin. Hij staat nog ietsjes omhoog. Rammelen. Zo. Rammelen. Kijk, je repareert de GTR gewoon met een vuisthamer. Oud. Maar hij zit hier nou recht. Kijk, heeft hij knik gemaakt, zie je dat? Ja. Hier is hij geknikt. Maar op zich niet erg dat hij geknikt is. Kijk, stevig is hij. Daar gaat het hij niet om. Nou... Maar... Ja? Nou, hij zit wel horizontaal lucht. Hij staat nog steeds een beetje. Ja, weet je, laat hem gewoon zo. Van welk merk is hij in te koelen? MRT. Dat is pas een detail, jongens. Laat even onderin weten in de comments. Hebben jullie dat al eerder gezien? Wist je dat daar MRT stond? Want normaal zie je het bijna niet, maar nu zie je het dus wel. Zien jullie het verschil? Dit is hoe het was. Doe bijna pijn aan je ogen. En dit is... Beetje smoked groen. Super gaaf kleur. Oh, maar dit is wel dik, jongens. Kijk, nieuw color. VS old color. Ja, ik vind het wel heel gaaf worden zo. En ondertussen ben ik bezig. Ik doe even een extra stekkertje hierop. Zodat we de dagrijverlichting van de kniplichten ook kunnen doen. Kijk, doe ik netjes aftapen. Dus dan heb je een extra stekkertje. Kijk, deze. En er zit dagrijverlichting in met kniplicht. Normaal is dat alleen kniplicht. Dus ik ben nou deze aan het aansluiten. Ken je dat? Een klusje dat je om 3 uur thuis wil zijn. En het is inmiddels 4:30. Sommige dingen die zitten mee. En sommige dingen zitten... Tegen. Hoe erg tegen? Ja. Op een schaal van 1 tot 10. 15? 16? Ja, dat denk ik niet, maar... Ja, het is altijd wel wat, hè? Je denkt, joh, ik haal dit eraf. Ik haal een lampje eruit. Ik zet een nieuw lampje erin. En ik zet dit weer terug. En dan is het goed. Lendebende. Ongekend. Maar kijk, het zit nou wel. Alleen hier zat mijn vorige koplamp. En dat zit nou nog net niet lekker. Dus dat proberen we nog een beetje te doen. En dan voor de rest nog wat kapjes erop. Wat stekkertjes aansluiten. En dan zou het goed moeten zijn. Dus het hangt nog een beetje los. Moet nog een wielkuipje in natuurlijk. Ja, het is nog even wel werk. Dus 5 thuis lukt ook niet. Hoe staat het met jouw nieuwe aanwinst? Goed. In de regen. Zal ik hem jullie even laten zien? Nee, er komt een reveal aan van Sander zijn auto. Zodra is die klaar is, zal ergens... December zijn, ja. December zoiets, dus dat komt wel goed. Ergens in een week in december komt er een vlog online en dan zien jullie Sander zijn nieuwe auto. Zo. De wielen zitten er dus ook weer op. Nieuwe koplampen erin. En ik heb hier aan de zijkant ook nog wat aangesloten, zodat ik nu ook dagrijverlichting in mijn kniplicht heb zitten. En het plaatje is weer mooi, hè. Wat ik nou zo meteen ga doen is nog heel even een klein stukje opnemen terwijl de verlichting aanstaat. Wat zijn we nou weer aan het doen? Olie aan bijna. Check wat hier goed is. Ah, vorige keer was het beter, toen had je precies op de stip. Kijk, mooi man, zo'n trechtertje. Waar heb ik die laten drukken? Bij Bart Visser. Oh, dat is een echte Bart Visser, ja? Echte Bart Visser. Kunstenaar. Zo jongens, de olie is bijgevuld, de dag zit erop. Het is
iets later geworden dan gepland. Ik ben zeer tevreden. Het ziet er weer dik uit. Dus ik ben helemaal tevreden met de koplampjes, de zijlampjes. Kun jij ze even aanzetten? Kijk. Dat is toch mooi. Dit is dus ook nieuw. Deze had ik al, alleen deze zat nog niet aangesloten. Dus die heb ik nu ook aangesloten. Dus vet hoor, het wordt steeds gaver. Ik zit nou dus in de auto en normaal zou ik moeten zeggen natuurlijk van oh, ik ben zo blij met mijn nieuwe koplampen. Ik zie dus geen ruk met die dingen. Ik heb al naar de leverancier een berichtje gedaan. Want de normale dagrijverlichting die doet het op de een of andere manier niet. Er zit ook geen stekkeraansluiting voor, dus hoe vreemd is dat? Dus ik heb nou eigenlijk gewoon een beetje stadsverlichting aanstaan. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus ik zie eigenlijk vrij weinig. Nou is dat op camera heel slecht te zien. Maar ik zie eigenlijk niks. Ja, hier vlak voor de auto, daar zie ik enigszins een straaltje licht. Maar ja, leuk is anders. Dus ik hoop dat ik morgen in ieder geval bericht krijg van ze. En dat, dat er wat aan gedaan wordt. Dus we zien wel. Ik hou jullie op de hoogte in ieder geval. Ik zou zeggen, stay tuned. Like de video. Subscribe op mijn kanaal. Ik kom af en toe ook gewoon niet uit mijn woorden. Dus ach ja, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my control. Trouwens, ik weet niet of jullie ook zo moe zijn, maar ik ben exhausted. Grapje.